De geplaagde cafetaria Nieuw Boemerang aan de derde Haagstraat in Helmond staat te koop. Op de website van horecamakelaar Zuidvesten staat dat de huidige ondernemster door privéredenen gedwongen is haar zaak nu weer te koop aan te bieden. Voor de camera van EDTV wilde de eigenaar woensdag niet reageren. Nieuw Boemerang kwam meermaals in het nieuws vanwege treiterijen en bedreigingen door jongeren van overwegend Marokkaanse komaf. Zelfs burgemeester Jacobs bemoeide zich met de kwestie. Hij stelde in een open brief dat de eigenaars doortastender moesten optreden en moesten laten zien wie de baas was. De treiderijen escaleerden vorig jaar op tweede kerstdag toen de eigenaar een van de plaaggeesten in dienstbeen stak. De man kreeg een gevangenisstraf van 53 dagen opgelegd, gelijk aan het aantal dagen dat hij in voorrest zat. Lees donderdag meer in het ED.